En het is fijn om naar de historische politieke geweld van de laatste dagen eens even lekker terug te gaan en naar in de tijd van de Arnhemse, zeker Gelderse adel. En ik vraag daarvoor aandacht aan Henry ter Hal. Mijn naam is Henry ter Hal en ik ben fotograaf van het Gelders Archief. Enkele jaren geleden kwam ik in contact met een goede kennis en toen hadden we het over historische foto's. En toen zei hij, dat is Onkel Reinders uit Doesburg. Die zei van, nou, ik heb op zolder nog een heleboel oude albums liggen. En, oh ja, de afstandsbediening, waar is die? En hij zei, is dat wat? En er lagen 15 fotoalbums onder de duivenpoep. En toen heb ik die ingekeken. Ik zei, nou, dat lijkt me heel mooi. En toen heeft het archief heeft die kunnen verwerven. Dat gaat allemaal met contracten. Dus het Gelders Archief heeft de eigendom gekregen van die albums. Toen zijn we ze gaan digitaliseren. En tijdens dat digitaliseren kwam ik erachter dat er een wereld voor me openging. Dat is de oude adellijke familie Brandsen. Die hadden verschillende huizen of nederzettingen, moet je eigenlijk zeggen, van de grote kastelen. Deze die is gesneuveld, dat is op de Gulden Bodem. En dit is Redelhof en dit is allemaal foto's dus uit die tijd, zoals het er toen bij stond. Die foto's zijn gemaakt rond 1900. En die mensen die hadden zoveel pret, die deden niks anders dan van het ene kasteel naar het andere kasteel gaan. Wielbergen was ook, dat is Wielbergen, dat was ook van de familie. En nog een keer Wielbergen. En dit is weer Redelhof. En als u ziet wat een kapitale villa's dat zijn. Die papa Brandsen, die had een zoon, dat was Vivian. En dit is het interieur van die huizen destijds. U ziet, het lijkt wel stiefbeen en zo. Helemaal volgepropt met allemaal snuisterijen en dingen die ze meegevonden hebben op hun reizen. Ze reisden ook heel veel. En een zoon en een dochter had hij. Dit is de dochter Aimee. En Vivian was dan de zoon. En die fotografeerde heel graag zijn zusje. Dat zult u later ook zien. De Ziep, daar woonden ze ook. En even kijken. Dus ook weer interieur. En hoe meer je met die foto's bezig bent, op een gegeven moment gaan ze leven en wordt het gewoon echt ook een familie. Dat mensen van vlees en bloed. En kijk eens, hier hebben we de heer Willy van Palland. De arrogantie straalt ervan af. Kijk eens, dat is een goede schoenen. Die had mijn opa ook, van die kraakschoenen. En ik ga er een beetje snel door. Dit is, ik weet niet, kijk eens van Hekeren in zijn zitkamer, het Spijker, maar ik weet niet of dit het Spijker is uit de Spijkerbuurt. Ik dacht dat dat toen al plat lag, van dat daar nieuwbouw was gepleegd. Maar in ieder geval, het geeft een heel leuk beeld van hoe die mensen erbij zaten. Die is hier op Wielbergen. Ik ga er een beetje snel doorheen, want we hebben een overvloed van foto's bemachtigd. Het zijn er tegen de 5000. En, maar die heb ik dus niet vanavond bij me. Maar die zijn wel beschikbaar voor ter inzage, et cetera. En ze waren er ook al heel vroeg bij met de nieuwe snufjes die de mensen hadden. Dus dit is een auto en er staat, even kijken, oh nee, ik dacht dat het de 872ste auto was in Nederland, stond er op het nummerbord. En ze jaagden natuurlijk ook hier in de omgeving. En dat was niet zo primitief. Kijk, wat er even een hapje ertussen door. Dat was goed verzorgd. En die Vivian die fotografeerde alles wat los en vast zat. Dat is zo leuk. En overal staat zijn zusje stralend in het midden. Hier ziet u er ook daar, met die witte hoed op. In het midden. En ze maakt er echt werk van. En alles fotografeerde die. Hier is een zonsverduistering. En dan met, ik weet niet wie het zijn. Ik ga ook niet te veel in op de historie van de familie zelf. Het gaat mij meer om de fotografie. Dat die man zo makkelijk alles fotografeerde. Hij was eigenlijk een voorloper van het digitale fotograferen. Zo makkelijk deed hij dat. Overal had hij zijn camera bij. En is ook weer
gevallen. Nog een keer gevallen in de raadzaal. Met en zonder secretaris. Rasterend. Hier is de fotograaf zelf aan het werk. En het moet toch een kostbare aangelegenheid zijn geweest, dat fotograferen. Zeker zoveel als die dat deed. Ik weet het goed, toen ik 40 jaar geleden met een fotografie begon, kostte elke foto kostte 1 gulden. Maar hij fotografeerde alles wat los en vast zat. Het Diabolo-spel hier op het terras. Het zijn allemaal, ja, hier een beetje schermen. Ja, dit zijn plaatjes, hoef ik niks bij te zeggen natuurlijk, dat spreekt allemaal voor zich. Het is alleen het gemak waarmee hij dat allemaal maakte. Ik weet ook niet hoe hij dat deed, of hij een eigen donkere kamer had of dat hij het wegbracht. Wel heel veel foto's zijn van die kleine fotootjes gekarteld en al. Hé, hey, deze had ik ook. Ja, dit maakt ook heel veel reizen en ook, ik weet niet of u zelf fotografeert, maar hier fotografeer ik gewoon dat zijn zusje de beek overgebracht werd door iemand, door een visser of een jager. Op de rug. Ja. Hier drinkt ze uit een bronnetje. Hey. Oh. Oh, nog een keer weer voor. Kijk, zelfs een foto van zijn eigen schaduw maken. Nee, schaduw. Oeh, gaat hier niet van, hoor. Dit is ook wel grappig. Hij laat zich hier fotograferen als hij springt. Maar de afstandsbediening weigert. Kom op. Ah. Zoals u ziet, het zijn alle echt de beroemde namen uit Arnhem, hier van Bentink en van Heekrug. Maar wat wil je nog meer zou ik zeggen, maar hij doet het niet goed. Oh. Dit is ook grappig, drinken ze uit een bronnetje. De eerste een en dan de ander. Dit is ook leuk. Hier zijn ze met Willy, ik denk dat dat verpallend is, en Aimee. Zijn waarschijnlijk, ze fotograferen het kasteel, maar terwijl hij de foto maakt, zijn die anderen dus ook aan het fotograferen. Dus het was een hele hobby in die tijd. Het was iets nieuws natuurlijk, van dat dat beschikbaar kwam voor amateurs. En dit ook van echt experimenteren. Het aardige is, daaronder staat gemaakt van boven naar beneden. Kijk, daar waren de mensen natuurlijk nog niet aan gewend, dat moest hij even uitleggen. Niets menselijks was te vreemd, zoals u ziet. Van de la bouteille, van ze gingen heel veel reizen. Een koprolletje, een sprongetje. Wat ook grappig was, even kijken, dat komt zo. Dat was het flitsen. Ze flitsten natuurlijk met magnesiumpoeder. Dat gaf een knal en een veel rookontwikkeling. Pa was te traag van reactie om daarover dicht te doen. Maar de volgende mensen die hebben het goed begrepen. En de laatste foto is echt hilarisch. Dit is de ene laatste. En dan dit is eigenlijk mijn favoriete. En u ziet dus de heer Van Heekeren en mee. En die andere dame die was niet zo snel. Ze gingen heel veel reizen door heel Europa heen. Dit is het stationnetje in de Steeg. Vanaf Reeuwenhof natuurlijk. En ze gingen echt ver weg. De Engel, ik weet niet of het erop staat, Hotel de Engel. 1885. Ze gingen naar St. Moritz. Ik weet niet of de mensen daar wel geweest zijn. Maar het is een enorme, vrij grote stad geworden. Of ja, veel meer dan dit. In Londen. En al die fotootjes, als je inzoomt, dan wordt het zo aardig en zoveel informatie komt eruit. Dit. Waarom? In ieder geval de Brighton. Wat is dat? Ja.
zijn die toupees die... Ja, dit zijn eigenlijk plaatjes die wijzen zich in weerstand, Moritz. Van, ja, ik heb een ruwe selectie gemaakt. Een van ons van de zaak die is ook weer naar datzelfde plek geweest. En inderdaad is die gletsjer een stuk kleiner op het ogenblik. Bal van bal. Rome. In het Colosseum zijn ze hier ook in Rome. En dit is ook wel grappig, dat ze moeten natuurlijk de heuvel op. En om aan de top te komen gebruikt men in de rijkere kringen tegenwoordig een kruiwagen. Maar hun waren ook niet vies van iets anders. Van, als je dat ziet, dus kijk, zo gingen ze naar de top. In een draagstoel. Kom. Kom. Sorry, ik heb een beetje moeite met de afstandsbediening. De ene keer wel, de andere keer niet. Huh? Nou weer niet. Staat er iemand voor of zo? Dit is ook een schitterende plaat van die douanier. Die staat met de baron. Staat hij van je komt er niet door. Nou mag ik het zeggen. Daar heeft hij zich dagen op verheugd. Maar ook de auto liet het natuurlijk weer afweten. Soms kan ik het handschrift niet goed lezen, dat ik heb die handschriften eronder gelaten, want je kunt het natuurlijk wel mooi uitvergroten, maar... Siena, Venetië, Napels. Dit is ook een leuk plaatje. Ik wist niet dat ze al zonnebrillen hadden in die tijd. Dat de heer Van Heekeren heeft daar een zonnebril op. Eerste vliegtuigen. Dit is de beroemde brug in, bij Mostar. Die kapotgeschoten is volgens mij. Dit is een plaatje uit Madrid. Dit is zitten ze op een bootje bij Prins Bentheim, denk ik. Want dit is dus. Nou gaat hij zijn zusje echt fotograferen. Dat doet hij aan de lopende band. Nee, een salon. Ook het bankje is interessant. Hoe heet dat ze zo'n ding met z'n tweeën zitten? Kijk eens even. Het is ME hier en ME daar. Overal. En dat rechts is Vivian dan, dat is de zoon. En ook weer pontificaal in het midden. Zelfs haar rug fotografeert hij. En je moet nagaan van tegenwoordig met digitale camera's zijn dit plaatjes die je begrijpt dat je kan doen. Maar vroeger met die grote apparaten, met negatieven en afdrukken, et cetera. Heel erg. Dit is een paar portretjes. Nou, dit is ook wel grappig. Ik denk, wat fotografeert hij hier nou? Maar ben ik eens even goed gaan kijken met de loop erop. En dan ziet u daar in het midden een of andere dame staan. Dit is trouwens de keizer en de keizerin. Die waren toen nog in functie van een of andere jachtpartij. En die dame, daar, kijk, daar ging het natuurlijk om. Daarvoor heeft hij die foto gemaakt. En dit is dan voorlopig de laatste. Het portretje van de Vivian en Emmy. Dat was het eigenlijk. Heeft u een lichte indruk gekregen van wat voor foto's dat zijn en hoe aardig dat is om daardoor te snuffelen? Ik dank u wel.